Welkom bij Mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin gaat ze haar mini watermeloen de sugar baby zaaien. Zo, ik heb vandaag de watermeloen sugar baby. Ik heb in 2016 heb ik van het bekende supermarkt concern heb ik een zo'n zaadje gekregen en daar heb ik een mooi klein meloentje uitgekregen. En die meloen, daar heb ik dus weer zaadjes van gewonnen. En die ga ik dus nu uitpoten. Ik kan er dus van alles verwachten. Je hebt meloenen, dat in ieder geval wel. Maar het kunnen wel grotere zijn, het kunnen kleintjes blijven. Het kunnen allemaal van kleur worden. Je ziet dat het al een tweede generatie is. En ja, maar goed, wat een F1 en een F2 en dergelijke kan inhoudt, dat wil ik nog wel een keertje uitleggen. Nu wil ik eerst zorgen dus dat ik mijn zaden de grond in krijg. Ik had ze al eens een keertje gezaaid, alleen toen kwam de varenrouwvlieg en die frapte de wortels op en toen waren ze dus ook dood. Dus ik ga ze nog gauw opnieuw zaaien. Ik heb mijn kokospotgrond met mijn koemeskools gemengd en daar wil ik ze dus in gaan zaaien. Ik heb mijn potjes groen gevuld en dit zijn de zaadjes. Het zijn redelijke zaden, je kunt ze goed zien. Ze zijn net als komkommers en dergelijke. Aan de ene kant breder, als dat ze zijn dus niet rond, aan de ene kant zijn ze plat. We gaan ze dus zo poten, zodat het water niet op het zaadje komt te liggen, maar er mooi langs afkomt. En dus de kans dat het zaadje gaat rotten een stuk beperkter is. Dus ik zet ze op de kant en dan ga ik ze zo in de grond duwen. Moet je wel op de kant blijven liggen. En dan maak ik het gaatje weer mooi dicht. Dat doe ik met alle drie. En met drie meloenen denk ik dit jaar voldoende te hebben. En eens goed kijken of het wel lukt, ja of nee. Ik zet er een labeltje bij. En dan is het een kwestie van nog water geven. Zorgen dat ze goed nat zitten en warm. Probeer ze in een kastje te houden, want ze houden helemaal niet zo van de kou. Het zijn echte warmteliefhebbers. En dus als je een kastje of een zeer zonnig warme beschutte plek hebt, misschien lukt het dan ook buiten. Maar dit zijn nou niet echt succesmomenten waarschijnlijk voor buiten te kweken. He, een pompoen dat gaat nog wel en een komkommer gaat nog wel buiten. He, de courgette gaat prima buiten. Maar de meloen, dat wordt wel weer wat tropischer en dat zou ik dus niet zomaar doen. Ik ga kijken wat er van opkomt. Ik hoop dat ze nou maar rust gelaten worden en dat ze gewoon uit kunnen groeien tot volwaardige planten. En dan kom ik er vast nog wel een keertje bij jullie op terug. Maar eerst moeten ze dus opkomen en groter worden. Tot de volgende keer!